Diagrammen en een paar versnelde beweging. Er zijn er drie: afgelegde weg, snelheid en versnelling. Nou, eenheden: afstand meten, snelheid meten per seconde, versnelling meter per seconde kwadraat. Mooi. Eenparig versneld betekent dat de versnelling constant is. Dus dat de toename van de snelheid ook constant is. Dus stel je voor dat ik op snelheid 0 begin. Nou, en dan krijg ik een rechte lijn. Want bijvoorbeeld na 1 seconde hebben we 3 meter per seconde. Nou, dan hebben we na 2, hebben we de 6. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Mooi. Hoe kom ik nou van mijn snelheid naar mijn versnelling? Deze route. Wat ik dan doe, is dat ik de helling pak. De helling van de raaklijn. Nou, de grafiek is hier gelijk aan de raaklijn. Want versnelling was dv, verschil in snelheid, gedeeld door verschil in tijd. Mooi. 6 gedeeld door 2 is 3. 3 gedeeld door 1 is 3. Dus krijg ik een lijn bij 3. Eenparig versneld, constante versnelling. Mooi. Hoe kan ik nou van snelheid naar afstand? Dan gaan we deze kant op. Meter per seconde maal seconde levert mij meter. Dus als ik naar de eenheden kijk, moet ik dus in vermenigvuldiging doen. Maar hier gaat het dan wel over de oppervlakte onder de diagram. En dat is in dit geval S is een half maal V eind. Bijvoorbeeld dit is mijn V-eind, sorry, T-eind, hier mijn V-eind, maal T-eind. Dus als ik deze oppervlakte pak, bijvoorbeeld 2 maal 6, zorgt dat bij 2 voor een afstand van 2 maal 6 maal een half is 6. Nou, bij 1 is die oppervlakte 1 maal 3 maal een half is 1,5. 1,5. Dus deze grafiek zal er zo uit gaan zien. De toename wordt steeds groter. Nou, nu kan ik natuurlijk ook van de afstand naar snelheidstijd. Nou, we zien al, als we naar rechts gaan, nemen we de helling. Alleen, hier is de helling niet constant. We nemen de helling van de raaklijn. Want mijn snelheid was ds dt. Nou, hoe doen we dat nou? Stel je voor op tijdstip 2 wil ik heel graag weten wat de snelheid is. Neem een geo en ga kijken. Dit hoekje moet ongeveer net zo groot zijn als dat hoekje. Dus, hop, neem ik zo ver mogelijk twee punten. Hier mijn delta S en hier mijn delta T. En deze helling levert dus op tijdstip 2 een snelheid van 6. Nou, je ziet wel dat die helling, hier is die 0. En die helling wordt steeds groter naarmate de tijd groter wordt. Dus ga ik steeds verder op die lijn. Nou, nu kunnen we ook van de versnelling naar de snelheid. Nou, we zien al. Naar links is blijkbaar de oppervlakte. Dus even kijken of dat klopt. Op tijdstip 2 bijvoorbeeld is de oppervlakte 2 maal 3. Nou, 2 maal 3 levert dit punt op. Dus in dit geval is de snelheid. Snelheid is versnelling maal de tijd. Er is nog één shortcut te maken, want ik kan ook helemaal van de versnelling naar de afstand.
Dus als ik de versnelling ken en de tijd, dan kan ik dit doen. En daar hebben we de volgende formule voor. Afleiding. Kun je aan je docent vragen. Maar hier geldt wel dat de beginsnelheid 0 is. Dus als de beginsnelheid 0 is, mag ik van daar naar daar met die formule.